Ik vind dat fantastisch, het vrijwilligerswerk. We hebben natuurlijk ook in de kerk en buiten de kerk beroepsmensen nodig die bezoldigd worden. Maar het is zo belangrijk dat het alles gedragen wordt door veel, veel vrijwilligers. En dat is in de samenleving zo. Dat we zorg dragen voor elkaar, dat we ons gratis inzetten, dat is heel belangrijk. En het gebeurt ook in de kerk. Ik denk dat het een van haar sterkste punten is, dat er zoveel mensen kunnen betrokken worden en dat men verantwoordelijkheid voor elkaar opneemt. Dat men niet alles van bovenuit, van de overheid, maar dat men zelf geresponsabiliseerd wordt. Ik ben hen daar zeer dankbaar voor, want ik denk dat die vrijwilligers eigenlijk degene zijn die de kerk echt dragen. In de kerk, maar ook in de samenleving. Een samenleving zonder vrijwilligers, ja, dat zal ook niet functioneren, denk ik. Ik vind dat heel mooi dat mensen zich gratis kunnen inzetten. Je kunt veel geven van jezelf, want je kunt je ook niet opsluiten in je eigen leven. Je moet je engageren voor anderen. En als je dat doet, krijg je enorm veel terug. Dat hoor ik zo van veel mensen. Ik doe dat graag, maar ik krijg ook zoveel terug. Ik vind dat heel mooi, goed voor een samenleving die zoekt naar een meer menselijke samenleving, maar ook een kerk die zoekt naar medeverantwoordelijkheid en naar het samen delen met elkaar.